wat wel een uitdaging is, en dat zijn de bouwkosten op dit moment. Ja. Dat is steeds lastiger in te calculeren. Ja, en dat wordt dus steeds lastiger door de situatie in Oekraïne. Absoluut. Het zijn echt ongekende tijden. We dachten dat met corona, maar dit is nog veel erger. Ja. En we hebben net foto's binnengekregen van ons Regis Center in Kiev, wat gebombardeerd is. Zo. En toen ik dat zag, dan gaat het helemaal in de lompen af. Nou, waar we heel erg tegen aanlopen is natuurlijk, op een woonboot heb je één woning eigenlijk. Hè. Wij willen graag van 4 naar 140 woningen. Ja, dan krijg je natuurlijk heel veel andere problemen met je mee. Ja, of eigen uitdagingen. Een drijvende woonwijk eigenlijk. We gaan een drijvende woonwijk maken. Ja. Even een ander punt. Je had ook een best wel prominente Russische huurder in Amsterdam. Gazprom. Ja, nou die is daar 8-9 jaar huurder geweest. Ja. En dat liep nog een paar jaar, maar die hebben we, de gemeente belde ook van, u doet toch geen zaken met Gazprom? Ik zei, ja, zei Maarten, ze belde Maarten. En Maarten zegt, luister eens, lopend huurcontract kun je ook niet zo verbreken. Maar ja. Toevallig, de huur is opgezegd, ja. Een half jaar geleden al. Het blijft natuurlijk zo dat we nog steeds voldoende interesse hebben en dus ook voldoende equity in Real Estate Nederland. Ja. We zijn hier 8 jaar geleden begonnen en zijn hier om te blijven en dat zullen we ook blijven doen.